Goed. Ja? Ja. Ja. Kijk, ik goed. 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 Hey! Hoe is die? Ja, goed. Ja? Goed, hoor. Ja. Het is dus echt waar. Sommige mensen kunnen alles hebben. Wat vond u van de wedstrijd vanavond? Ik vond een slechte wedstrijd. Was duidelijk. Ja, ik kan er niks anders van maken. Zaten er nog elementen in waarvan u dacht van, nou ja, in de eerste helft bijvoorbeeld, van daar ben ik tevreden over? Of was het echt over zich heel slecht? Nee, ik vond het eigenlijk over de hele wedstrijd gezien onvoldoende. En je bent met elkaar bezig om stappen te maken. Ik vind dat we die in de eerste weken gemaakt hebben, grote stappen zelfs. En dan hoop je natuurlijk in zo'n wedstrijd dat ook weer terug te zien en dat we de volgende stappen kunnen maken. En dat heb ik vanavond niet gezien, daar moet je eerlijk in zijn. Ik vond dat we slecht speelden in balbezit, slordig speelden in balbezit. En dat we niet agressief genoeg waren wanneer we de bal niet hadden. En dan kun je geen wedstrijden winnen. En wat vond u het contrast groot met afgelopen zondag? Nee, maar toen waren we een week minder ver in training. En daar ging ook alles nog niet goed hoor. Ik vond dat daar ook Standaard genoeg kansen had om ook te scoren. 1-0 staat natuurlijk prachtig. Maar op het moment dat zij scoren of misschien die wedstrijd winnen, zou je misschien er anders over praten. Dus we moeten wel realistisch blijven. En ik vond wel dat we de eerste weken goede stappen gemaakt hadden. En vandaag zijn we niet eens stil blijven staan. In die zin zelfs achteruit gegaan. Ja, dan iets anders. De loting voor de Europa League. Zeer waarschijnlijk moeten jullie afreizen naar Roemenië. Ja, het Roemeense voetbal, wat weet u daarvan? Niet zoveel eigenlijk. Alleen maar wat ik op televisie zie. Vorig jaar heb ik ze tegen Ajax zien spelen. En daar hebben ze het uitstekend tegen gedaan. Ik had het moeilijk om aan het voetballen te komen. Fysiek sterk. Enorm loopsterk. En de Roemeense ploegen over het algemeen hebben gewoon goede spelers. Vaak als die jongens naar het buitenland moeten, dan krijgen ze het moeilijk. Maar op het moment dat ze in hun eigen land, bij hun eigen club spelen, dan doen ze het uitstekend. Maar ik ken verder eigenlijk helemaal niks van die club. Ja, voor ons is het eigenlijk ook een onbekende. Ik weet dat ze volgens mij derde zijn geworden en de beker hebben gewonnen. Dus ja, dat geeft aan dat ze wel een sterke ploeg hebben. En vorig seizoen een goed seizoen hebben gedraaid. En ik denk dat we aan de bak kunnen. Alleen we willen gewoon heel graag in de groepsfase komen. En dan moeten we eerst dit Roemeense team verslaan.